Volgens minister Hugo de Jonge moet iedere gemeente minstens 30% sociale huurwoningen kunnen aanbieden. 13 van de 25 gemeenten in de regio Rijnmond redt dat niet. Zo ook niet Hendrikido Ambacht, terwijl buurgemeente Zwijndrecht zit op 36%. Hoe kan dat met de recente opgeleverde wijk Volgerlanden die tussen de twee gemeenten in ligt? Nou, dat vraag ik aan wethouder van de gemeente Hendrikido Ambacht, André Vlag. Ja, die wijk hebben we gebouwd lange tijd samen met de gemeente Zwijndrecht. En daar was de afspraak ook 30% sociale woningen te bouwen. En dat hebben we ook vastgehouden gedurende de hele periode. Dus dat wordt op dit moment ook gewoon nog, nu in deze fase, sociale woningen gebouwd. Ja, er wordt nog steeds gebouwd? Er wordt zeker nog gebouwd. Er komen nog een kleine 90 sociale huurwoningen bij. We zijn bijna klaar met die wijk. Dus die komen daar nog aan. Net als dat we in het centrumgebied, bij het winkelcentrum, ook een nieuw project als gemeente zijn aangegaan met de ontwikkelaar, waar ook weer een aantal sociale huurwoningen bij komen. Dus we blijven wel hard bezig. En ondanks dat verschil geeft de wethouder aan dat er volgens hem nergens zoveel sociale huurwoningen staan als in Ambacht. Daarbij is de 30% een nieuwe norm van de minister en dat is nog ook een flinke opgave. Over koopwoningen geldt dat het volgens de wethouder makkelijker geregeld zou kunnen worden. Dat gaat niet alleen over Hendrikido Ambacht, maar zou ook voor andere gemeenten een optie zijn. Namelijk de herinvoer van het premiestelsel. Het werkt als volgt dat je bij je woning een bepaalde onrendabele top, die kreeg je gewoon vanuit het Rijk toegekend. Hè? Dus zodat een grotere groep mensen die woning ook kunnen kopen. Er zijn namelijk twee problemen. Eén, er is een steeds grotere groep mensen die geen woning kan betalen. En het tweede probleem zit eigenlijk een beetje in het plan van minister De Jonge. Als je toch die woningen moet gaan bouwen, dan worden dat woningen die zo veel kleiner worden dan dat we die in de afgelopen jaren hebben gebouwd. Terwijl ze er wel voor 50 jaar staan. En dan moet je je afvragen, wie willen dan nog over 20, 30 jaar in die woningen wonen? Nou, Hendrikido Ambacht heeft eigenlijk oudsher heel veel woningen in de middenprijsklasse. Een voorbeeld te noemen, in 2015 waren de meeste woningen nog rond of net onder de 2 ton. Daar hadden we er heel veel van. Diezelfde woningen zijn nu tussen de 3,5 en de 4 ton. En dus onbereikbaar voor starters. Nou, en dat hoor ik heel veel om me heen, dat starters op dit moment even niet aan de bak komen in de gemeente. De huizen zijn niet veranderd, maar de prijzen zijn veranderd. En door daar wat met het premiestelsel aan te kunnen doen, dat kun je alleen bij nieuwbouwwoningen natuurlijk doen, denken we toch die doorstroming op gang te krijgen.